Welkom allemaal. In deze nieuwe aflevering van onze boekenkast nemen wij jullie mee naar het fantasierijke verhaal van Alice in Wonderland van Lewis Carroll. Heel veel luisterplezier. Hallo lieve luisteraars. Vandaag hebben we weer een boek om te bespreken. En ik zit hier samen met Sophie. Zoals altijd eigenlijk. Dus dat is wel gezellig. Zeker. En dit keer is het een boek wat ik... Ik weet dus niet zeker of ik het ooit in mijn jeugd heb gelezen, maar in ieder geval de verfilming ervan heb ik meerdere malen gezien. Want het is een van de weinige Disney films die ik interessant vind. Ik ben niet echt een Disney fan over het algemeen, laten we daarop houden. Maar dit samen met Merlijn de Tovenaar zijn mijn enige twee Disney films echt waarvan ik wel gelukkig word. Ja, die zat jij vroeger vaak te kijken thuis, de video. Wij hadden vroeger, wij hadden vroeger dus een videoband. Want zo ging dat natuurlijk. En dat was een videoband die niet gelabeld was. Want we hadden een videoband die was weer gekopieerd van iemand anders een videoband en een andere videoband. Dus de beeldkwaliteit was niet optimaal. Oh, laten we daarop houden. Maar als kind merk je dat amper, toch? Als kind zijnde merkte ik dat wel, maar dat maakte niet uit. Het was niet anders. We hadden geen geld om die dingen direct Newer, te kopen van Disney. Kopen, ja. Ik weet nog dat er één vriendje in de straat was, die had wat meer geld en die had een aantal films... origineel, daar zat gewoon echt een mooie hoes omheen met een afbeelding en zo. Oh, nou, dat was helemaal een happening. Maar goed, dat hadden wij niet, wel gewoon van die kartonnen dozen waar een videoband in zat. Maar goed, we waren blij dat we wat hadden. Eén voordeel wel, er zaten soms twee of drie films op één videoband. Oh, wat geinig. Ja, die videobanden waren soms gewoon, weet ik wel, 3 uur lang of zo. En dan kon je twee films erop gooien. Maar goed, maakt niet uit. Welk boek gaat het dan eigenlijk over? Het gaat over Alice in Wonderland. Ja. Van Lewis Carroll, als ik het goed zeg. Vorige keer dachten we dat we een oud boek hadden, uit 1937 of zo. Maar nu, dit boek is oorspronkelijk verschenen voor het eerst in 1865. Ja, we gaan echt naar de classics. Maar dit is echt... Beroemder kan bijna niet. En ja, ik heb er dus ook best wel jeugdherinneringen aan. Maar ik weet dus niet zeker of het nou komt doordat ik het verhaal gelezen heb. Of dat ik inderdaad ook die film vaak heb gezien. Ik denk dat we het dan over dezelfde hebben, die uit 1951 van Disney. Ja, wat ook alweer een oude... Dat is ook bizar. Als je die film ziet nu... Dan denk je van, dat had gewoon vorig jaar uitgekomen. Nou, behalve dat soort films bijna niet meer gemaakt worden. Maar had gewoon vorig jaar uitgekomen kunnen worden, denk ik. Dat is, zo goed was tijdloos. Die, bedoel je? Tijdloos, het is heel tijdloos. Het is echt een tijdloze film. Het is net als met The Wizard of Oz of zo, dat soort films. Ja. Het is gewoon, ik weet niet, heel tijdloos. Wizard of Oz ken ik dus niet zo goed. Dat is ook zoiets raars. Dan ken je wel heel erg die naam, maar waar het verhaal dan precies over gaat. Nou ja, misschien gaan we die ooit lezen. Ja. Maar ik denk dus niet dat ik ooit echt het verhaal heb gelezen, Alice in Wonderland, hoe gek het ook is. Ja, ik weet het dus ook niet. Ik kan het niet. Ik heb er geen echte herinnering aan. Dus nee. Ik zou dan denken van niet, maar aan de andere kant denk ik ook alweer dat moet mijn moeder wel een keertje een variant of zo heeft gelezen erop misschien. Zou nog echt, jullie heeft voorgelezen of zo? Ja, meer een soort van sprookjesversie of zo, met wat tekeningen of zo. Het is best wel een populair en bekend iets, dus... Je hebt zoveel soorten maten. Je hebt blijkbaar dus ook kleurboeken dat je al die personages kan inkleuren uit het Wonderland. En wij hebben een vertaling gelezen van Alfred Kosman. Ik weet even niet zeker of ik zijn naam goed zeg. Maar goed, wij hebben een versie geluisterd op Storytel. Daar staan ook 1001 versies op. Ja, het is meerdere malen vertaald ook. Dit is een redelijk recentelijke vertaling. Dus niet te oud. Maar je hebt dus ook weer schrijvers die volgens mij hun interpretatie hebben losgelaten. Ja, het is, volgens mij is Alice in Wonderland, dat heb ik eigenlijk niet nagegeven, maar volgens mij is Alice in Wonderland zeg maar public domain. Dus voor mij mag iedereen het gewoon uitgeven en met doen en laten wat je wil. Vandaar dat ik zag ook heel veel niet-Lewis Carroll. Ja. Dat is veel meer dat soort oude boeken. Dus iedereen, net als Dracula en dat soort dingen. Mag daar gewoon een doen en laten mee wat je wil, zeg maar. Dus ja, er zijn altijd meerdere uitgevers die dat doen en noem maar allemaal op. Wonderlijk eigenlijk wel. Ja, nee. Kijk, het idee natuurlijk daarachter is natuurlijk dat je op een gegeven moment dat iets onderdeel wordt van een cultuur. Ja. En niet meer een individu. Kijk, als je op het moment dat jij iets schrijft, dan moet je daar, dat is heel veel de huidige gedachtegang, dan moet je daar je broodham van kunnen verdienen. Maar over 100 jaar ben jij overleden, om zo maar te zeggen. En moeten dan al jouw volgende generaties daar ook een boterham aan kunnen verdienen? Daar, dat is een discussie volgens mij die gaande is over auteursrechten en zo. Maar goed, en tegenwoordig is het ook veel langer volgens mij dan vroeger. Maar goed, daar kan je er wat over vinden en zo. Maar in ieder geval die oude dingen zijn in ieder geval... Dus daardoor kan ook iedereen... Wat vrijer. Kan je er vrijer mee omgaan. Eigen bewerking maken.
Ja, precies. Daarom zie je ook soms dat als dan Disney met een bepaalde film komt. Dat is natuurlijk ook met Romeo en Julia of zo. Romeo en Julia ook hetzelfde. Ja. En in sommige, als Disney ook komt met zo'n film, dan zie je ook dat er allemaal zo van knock-offs, allemaal imitatiefilms uitkomen rond diezelfde tijd met dezelfde karakters en noem maar allemaal op om daar een graantje van mee te pikken. Dat is denk ik ook de reden dat Disney wat minder die films aan het remaken is. Of als ze ze remaken, dat het op een met een ander sausje gaat. Hè? Want we gaan het ook zo misschien nog even hebben over de nieuwe remake. Uit 2010 bedoel je? Uit 2010 van Tim Burton. Die hebben we laatst even gekeken. En daar zitten wel serieuze veranderingen in, denk ik, vergeleken met het boek. Sowieso voegen ze daar een beetje de twee boeken samen en nog wat andere veranderingen. Maar goed, kunnen we het zo nog even uitgebreider over hebben. Wat ik ergens dan ook wel sneu vind, de schrijver is dus geboren in 1832, overleden in 1898 uit mijn hoofd. Ja, dus dan heeft hij helemaal niet de glorie van die films en zo meegemaakt. Want het schijnt dat de eerste stille film van Alice in Wonderland was in 1903. Dus echt zo 5 jaar na zijn overlijden. Hij heeft ook eigenlijk helemaal films niet meegemaakt, denk ik. Hè? Nee, dat is natuurlijk ook goed, een totaal andere tijd. Maar goed, het is niet een heel triest verhaal, vind ik. Want volgens mij, zover ik in ieder geval weet en kan lezen, was het boek wel enorm populair al in zijn tijd. Dus hij heeft wel, zeg maar, die populariteit meegemaakt. Hij heeft natuurlijk ook het vervolg geschreven, Through the Looking Glass, Achter de Spiegel. Daar had ik dus nog nooit van gehoord. Ja. Dat zegt misschien meer over mij, maar nee, is minder verfilmd. Dus is daardoor ook, denk ik, minder populair, minder mensen. Spreekt minder tot de verbeelding of zo. Ja. En nou, Lewis Carroll, die naam heb ik al vaak gehoord. Het is blijkbaar niet zijn echte naam. Nee, dat wist ik dus niet. Nee. Charles Ludwig Dodgson? Moeilijke uitspreken naam. Waarschijnlijk heeft hij daar nog een andere naam genomen. Ja, misschien, wie weet. Zo'n zesjarig meisje wat Alice in Wonderland aan het lezen is en daarna niet de auteur kan uitspreken. Nee. Dat is niet zo heel handig. Nou ja, en hij heeft een jong meisje als inspiratiebron gebruikt voor het verhaal die ook Alice heet. Ja. Dat wordt in elk geval geschreven. Ja, want hij was dus wiskundige en fotograaf. Hij maakte foto's van alles en nog wat, waaronder van kinderen. En een van de modellen, om het zo maar te zeggen, die fotografeerde, heette Alice. En daar heeft hij eigenlijk een beetje dit boekje aan opgedragen. Ja, en dat was dan ook weer een dochter van de decaan van de universiteit waar hij les gaf of zo. Ja, ja, dus een beetje via ging dat allemaal. En toen waren ze op een boottocht. Sowieso natuurlijk, fotografie in die tijd is natuurlijk heel anders dan nu. Want nu, als je denkt aan een fotograaf, denk je aan iemand van, je moet weet je wel, mooie foto's kunnen maken en met Instagram en misschien mooie goed met de filters overweg kunnen gaan en met make-up. Dat speelde toen natuurlijk helemaal niet. Toen was het veel meer een chemisch, je moet chemie begrijpen, je moet licht begrijpen, je moet dat. Ook weer die logica vatten. Veel, ja, je was bijna een halve wetenschapper om een fotograaf te kunnen zijn in die tijd. Dus dat plaatst ook een beetje in perspectief. Misschien ook dat, ik weet het eigenlijk niet, misschien is het ook een reden dat hij een andere naam heeft gebruikt. Dat hij niet op de universiteit wil rondlopen en dat iedereen denkt van, daar heb je die wiskundige die ook kinderboekjes schrijft. Nou, want hij schreef volgens mij ook wiskundige werken en ook poëzie en zo. Ja. En ergens vind ik het dan wel heel bewonderingswaardig dat jij dus wiskundige bent, fotograaf, en dat je dan ook nog een boek gaat schrijven. Ja. Hoeveel talenten wil je hebben? En blijkbaar was je ook nog succesvol in allemaal, dus dat is ook nog wel misschien interessant. Het is wel best wel uniek. Ja. En nou ja, het schijnt dat hij het verhaal heeft verteld aan Alice en haar zusjes op een boottocht. Dat hij toen fantasieverhalen ging vertellen. En dat die Alice, dat meisje, hem had aangemoedigd om het op te schrijven. En dat het zo tot stand is gekomen. Alice in Wonderland. Of Alice Adventures in Wonderland, volgens mij de officiële titel, maar goed. Ik zie eigenlijk altijd wel gewoon Alice in Wonderland. Ja, maar ik zie soms ook Alice's in Wonderland. Ja. Ik zie meerdere... Ja. Benoemingen, maar ik heb geen idee. Ik hou het gewoon bij Alice in Wonderland, maar ja, misschien ben ik de heel kortere bocht in. En het is een kinderverhaal, maar het is denk ik geen standaard kinderverhaal, omdat er relatief weinig actie in zit en er ook veel dialogen zijn. En er soms ook wel wat gewoon echt ook grappige woordspelingen in zitten voor volwassenen, waardoor het voor ons dus ook nog steeds leuk is om te lezen. En inderdaad wel echt tijdloos. Ja, en er is soms geen touw vast te knopen. Dat is het ook is wel echt een bizarre droom. Aspect eraan. Ja. En dat is ook een belangrijk aspect wat later, waarom denk ik nog steeds ook een actueel populair iets is denk ik voornamelijk dat laatste aspect. Dat er soms geen touw vast te knopen is. Dat is gewoon zo'n duizelingwekkend verhaal. En iedereen heeft natuurlijk wel eens van die gekke dromen. Ja, dat maakt het denk ik heel intrigerend. En ook, weet ik niet zeker, maar ik denk dat het ook een beetje vernieuwend was in die tijd. Om op die manier te schrijven. Nou, en wat ik heel grappig vond, wat ik dus niet wist wat jij vertelde, het liedje van Jefferson Airplane. Ja, White Rabbit. Dat gaat eigenlijk, dat is gewoon, gaat letterlijk over Alice in Wonderland. Kijk, Alice in Wonderland natuurlijk
jij zegt al dromen, maar je kan natuurlijk ook dromen vergelijken met trippen. Als je op aan de drugs zit. En dat was ook typisch in de jaren 60 iets wat mensen deden. En Jefferson Airplane, het liedje komt uit 67 volgens mij. En ik heb dat liedje zo vaak gehoord. En nou, ik heb gewoon niet goed naar de tekst geluisterd. Als je dat nog een keertje hoort. Ik denk bijna iedereen die dit luistert wel eens hoort even van dat nummer. Dat is gewoon letterlijk... Ja, het is niet een vertelling van dit verhaal, maar het is een hele korte heel bondige vertelling. Ja. Maar het is heel letterlijk, want het is letterlijk over... Vraag het maar aan Alice als ze 10 feet groot is en weet je wel. Ze heeft pillen ingenomen. Ja, of en iets... de chessplayer en de knight en weet je wel. White Queen en zo, maar dat is volgens mij allemaal uit deel 2, toch? De White Queen. De White Knight, en dan inderdaad de Red Queen. Oh, dus Red Queen, ja. Dus dat is deel 2. Die zitten nog niet in dit boek. Die zitten nog niet in dit boek, maar goed, dat is het. Daar wordt er wel over, maar ook inderdaad over de paddenstoel en waar ze hapjes van neemt en de rups die rookt. En, nou ja, we komen zo op het verhaal. Goed, al die elementen zitten ook in dat ding. En dat was natuurlijk iets wat heel erg aansloot op de hippie-cultuur. En ik denk dat misschien wel de reden is dat die film, 1951, is wel heel vroeg daarvoor. Maar er waren wel toen al mensen die begonnen te experimenteren met drugs en zo. En ik denk wel dat enige hand heeft gehad ook in de productie van die Disney-film. Ik denk dat mensen in Disney nu als een soort van gigantische corporate omgeving waar alles super tight gerund wordt. Ik denk in die tijd dat dat niet helemaal het geval was. En er werd juist heel erg geëxperimenteerd bij Disney. Het zou kunnen. Ik weet er echt te weinig van. Ja, rond die tijd. Ik weet even niet zeker of dat jaren 50 is geweest of jaren 60 is geweest. Maar bijvoorbeeld toen ging Disney ook samenwerken met Salvador Dalí. Oh. Om een animatiefilm te maken. Volgens mij is die animatiefilm nooit afgemaakt, als ik het goed zeg. De bekende kunstenaar. Bekende kunstenaar. Niet bekend om zijn drugsgebruik, maar wel om surrealistisch en bijzondere kunst. Dat is ook echt wat Alice in Wonderland is, surrealistisch, ja. Ja, en dus dat was wel dat was een experimentele periode en daar komt dit uit. En dan als je daarna de hippie-tijd krijgt, dan is het ook begrijpelijk dat zo'n film die heel trippy is, heel populair wordt in die tijd. En ik denk nog steeds dat mensen daardoor wel wat in geïnteresseerd zijn. Zoals je zegt, voor kinderen is het echt gewoon heel fantasierijk. Maar ook voor volwassenen blijft het interessant. Omdat ook die dromen en eventueel met drugs gebruiken. Je had het ook al even over natuurlijk. Vroeg jij me gelijk al van Down the Rabbit Hole. Nou, zover ik weet in ieder geval dat festival... Het festival, ja. Is nooit die link gelegd. Is ook vernoemd naar Alice in Wonderland. Want zij gaat letterlijk Down the Rabbit Hole. En dat is eigenlijk ook een beetje waar al vrij aan het begin van het verhaal. Waar dat festival... wat insteek is van het festival, om het zo maar te zeggen. Zover ik weet. Ik ben nog naar het festival geweest en zo. Maar zover ik weet is dat de insteek van dat festival. Ja, dat we daarop houden. Zo apart. En... er gebeurt ook gewoon zoveel in een hele korte tijd. Want je hebt het boekje zo uit. Wij hebben het dus geluisterd. Dus nog 2 uurtjes luisteren of zo. Maar er gebeurt echt van alles. En, ja, het is heel compact. En dat komt natuurlijk ook omdat... we gaan denk ik zo even wat meer over het verhaal hebben. Ja, dat is ook leuk. We kunnen op zich best wel spoilen, want het is een oud verhaal. En zoals ik zeg, als je een beetje naar de radio hebt geluisterd... heb je misschien al een groot deel van het verhaal meegekregen door dat liedje. Maar... ja. Een van de dingen natuurlijk is dat Alice springt echt... het verhaal springt van de hak op de tak, zeg maar. Het gaat van de ene scène naar de andere scène. Er zitten eigenlijk geen overgangen in. Ja. En dat zorgt ook voor een enorm razend hoog tempo. Zeker. Omdat het in zo'n droom is. Dus mensen ontstaan gewoon uit het niets. En ze zijn er en dan is ze opeens ergens anders. En allemaal onlogische gebeurtenissen, combinaties van figuren. Net als in je eigen dromen eigenlijk. Ja. Ja. En ja, het verhaal begint ermee dat Alice lekker aan de waterkant ligt. En haar zusje is er volgens mij aan het voorlezen uit een beetje een slaapverwekkend verhaal. Precies. Dus dan voel je hem al aankomen. En Alice zit al een beetje, die heeft allerlei gedachtenspinsels. En uit het niets ziet ze daar het wereldberoemde witte konijn met een horloge die bang is dat hij te laat komt. Een wit konijn met rode oogjes, zo wordt hij geloof ik beschreven. Ja, dus eigenlijk is het een albino konijn, hè? En dan gaat hij, ze gaat hem achterna. Toch? Ja, ze gaat hem achteraan, want Down the rabbit hole. Dat moet down the rabbit hole. Eerst rent ze er achteraan. Ja. Hij gaat dan een konijnenhol in en dan gaat zij... Ja, ze struikelt soort van in dat konijnenhol, om het zo maar even te zeggen hoe dat precies... maar goed, dan, en dan valt ze in het oneindig ver voor de gevoel. Ja, en dan valt ze inderdaad... ze gaat letterlijk down the rabbit hole en ze valt dan eigenlijk een vrije val valt ze naar beneden. En dan lees je ook gelijk haar grappige gedachten, want ik denk dat zij...
een meisje van de basisschool is. Ik weet niet zeker of haar leeftijd nou letterlijk genoemd wordt. Maar voor mij moet ze iets van 11 of zo voorstellen. Oh ja. 10, 11 denk ik. Want dan heeft ze het ook over, ja, en misschien val ik wel dwars door de aarde, want dat heb ik op school geleerd. Hoe diep is dat dan ook alweer? En ik ben benieuwd ook of ik op lengte en breedte val. Weet je, want soms gooit ze er allemaal een beetje random woorden doorheen, omdat ze dat gewoon interessante woorden vindt. Ja, inderdaad, ze doet dus inderdaad van een deel, weet ze inmiddels, maar je hebt heel duidelijk door dat ze nog echt een kind is. Want dat een deel begrijpt ze ook niet. Ja. En de grap is ook dat ze inderdaad soms in haar interne monoloog ook zelfs iets heeft van, nee, voor mij heb ik dat verkeerd begrepen. Voor mij werkt dat niet zo. Dat zijn een van mijn favoriete stukjes, denk ik wel. Ja. Ook met die tafels. Van 2 keer 1 is 3 en 4 keer 3 is 10, weet je wel. En dan komt ze niet uit met de tafels. Nee. En dan raakt ze ook weer in paniek. Dus nou, dat komt er ook nog allemaal doorheen. Ja. En dit is voor mij wel het stukje wat bij mij het meest is blijven hangen. Oh, oké. Namelijk het stukje dat ze de glazen tafel ziet met 3 poten... waar een gouden sleuteltje op ligt. Ik geloof dat die goud is in het boek. En dat ze dus een heel klein deurtje ziet naar een hele mooie tuin. Dat is eigenlijk wat mij het meest is bijgebleven van Alice in Wonderland. Okay. Dat ze daar dus graag door dat deurtje heen wil komen. En dat ze dus dat sleuteltje gaat pakken. Maar dat ze dus veel te groot is om door het deurtje heen te passen. En uit het niets, zoals dat in dromen gebeurt, als je iets nodig hebt, verschijnt er dan een... Volgens mij begint het met een drankje, een flesje met drinkmij erop. Ja. En dan ook weer typisch... gaat Alice eerst kijken of er ergens vergif op staat. Want als dat er niet op staat, dan zal het wel veilig zijn. En ja, dan gaat ze dat opdrinken. En, ja. En in de verschillende vertalingen heb ik het idee dat er verschillende, of in de verschillende films, in de verschillende vertalingen, zijn het verschillende. Het zijn flesjes, het zijn koekjes, het zijn... Ja, hier zijn het flesjes en koekjes. Paddenstoelen inderdaad. Die dus gebroken moeten worden. Het zijn allemaal diverse dingen iedere keer, maar... In dit boek zit het eigenlijk soms, allemaal. Soms zelfs. Het is altijd wat anders. Maar en bottom line is, er is iets waardoor ze groeit of waardoor of ze krimpt. En ja, en daarmee experimenteert ze eigenlijk om de juiste grootte te worden iedere keer. En dat is eigenlijk iets wat door het hele boek heen terugkomt eigenlijk. Dat en dat is wel heel grappig, dat alles gewoon kan gebeuren natuurlijk. Want dat is ook het leuke aan dit boek. Je fantasie kan gewoon de vrije loop gaan, want alles kan gebeuren. Als je een koekje nodig hebt om je te laten krimpen, dan is dat er. En dan zit Alice ook een beetje te worstelen. Want ze kan natuurlijk niet met dat sleuteltje door het deurtje. Of dan is ze klein genoeg, maar dan ligt die sleutel weer op de te hoge tafel. Dus dat is dan ook weer misschien een beetje het wiskundige gedeelte van hoe meet je precies af dat je lang genoeg bent om er doorheen te gaan. En dan vind ik ook wel een mooi stukje. Ik ben benieuwd. Het meer van tranen, geloof ik. Of ja, de zee van tranen. Dat is natuurlijk een hele interessante... Ja. In de film ook heel mooi. Want Alice wordt een beetje verdrietig, omdat ze nu te groot is, geloof ik. Ze wordt wanhopig en inderdaad. En ze is te groot, ze zit met haar hoofd tegen het plafond aan. Begint dan heel hard te huilen en die tranen die vallen op de grond natuurlijk. Nou, liters tranen, want ze is natuurlijk gigantisch. Dus er ligt een plas water zeg maar op de grond. En dan krimpt ze natuurlijk om door het deurtje heen te gaan. Ja, en dan opeens is het natuurlijk weer heel klein. En als het natuurlijk heel klein is en die druppels waren heel groot, dan is dat opeens een zee waar ze, of een meer waar ze op moet vertoeven. En dat vond ik ook wel weer komisch, want dan viel ze in dat zoute water, dus hard gaan. En toen dacht ze, oh, misschien ben ik wel een zee gevallen. En als ik in de zee ben, dan kan ik terug met de trein. En er wordt eigenlijk Zandvoort een beetje beschreven in dat boek, want het is een vertaling. Maar het is echt met Nederlandse dingen vertaald. Dus ze hebben het echt over de Hollandse kust en zo. Ja, is precies tegenovergesteld. We hebben natuurlijk een tijdje geleden een boek gedaan, of meerdere boeken gedaan van Roald Dahl. En die was heel fanatiek erin dat... Queen of England, dat de vertalingen Engels allemaal in Engeland moesten blijven, om het zo maar te zeggen. Dus het moest blijven gaan over Londen en koningin Elizabeth en dat soort dingen. Dat is hier niet het geval. Waardoor je hier in de Nederlandse vertaling dus ook verwijzing krijgt naar zoals je zegt, naar Nederlandse steden en Nederlandse elementen. Wat, ja, ze heeft allebei zijn charme. Maar het was wel opvallend in ieder geval, denk ik, voor ons allebei. En daarna, dan ontmoet ze allerlei dieren, waaronder de muis. Dat is ook wel grappig. Dan is het op zich, het is wel al vrij absurdistisch, want al die dieren kunnen praten, maar het is nog niet, het komt wel rustig op gang. Het wordt zeg maar, ieder hoofdstuk wordt het ietsje het wordt gekker. Raarder. Iets het wordt raarder, raarder, ja. Ja. En ze komt er al gauw achter dat die dieren heel snel beledigd zijn. Want ze ontmoet een muis en een dodo, geloof ik. Ja, zij is heel... Ja, zijn snel beledigd of zij is ongemakkelijk met woorden. Want zij gaat dan praten met een muis. Dat voel je ook wel grappig, over de kat. Ja, ik ben echt heel fan van katten. Die muis, ik moet niks van katten hebben. En dan zo'n, maar dat is echt een hele lieve kat. En hij heet echt heel veel muisjes op van ons. En dan, wat zeg ik nu? Dat zeg ik nu, dat is niet handig.
En dus een wijs beledigd. En dan, weet ik wat, kwam ze nog een andere tegen. Ze komt vogels tegen. Ik hou echt van honden. Ja. Dat is echt, ja, honden zijn echt mijn vrienden. Honden, die bijten ons dood. Ja. Ja, oké, okay, maar dat is juist fijn. Want dan, oh, wacht, ik dat had ik niet moeten zeggen. Dus de hele Alice... Continu vergeet ze eigenlijk. Is ja. Daar en geeft wel interessante scenario's. Vind ik ook. En ook van die grappige woordspelingen. Want ze zijn allemaal heel erg doorweekt. Want ineens is ze omringd door allerlei dieren. Flamingo of krabben. Nou, van alles komt er voorbij. En dus ook die muis. Want ze hebben allemaal gezwommen in het meer in van tranen. Ja, of in de meer, zee. Ja. Ze zijn allemaal bij elkaar gedreven eigenlijk, ja. En de muis die heeft wel een goede theorie om ze droog te maken. En dan denk dit is echt... Dat was zo komisch. En dan gaan ze dus allemaal bij elkaar zitten. En dan begint hij, ja, in 1648, de vrede van Münster. En ja, maar zo worden we toch niet droog? Ja, maar het is echt een heel droog verhaal. Ik ga jullie iets heel droogs vertellen. Echt zo, hou ik wel van, een beetje dat sarcastisch. Ja. En ook opnieuw, het is ook, zeker voor kinderen is ook leuk om te begrijpen, het grote verschil te begrijpen tussen letterlijk en figuurlijk natuurlijk. Is ja, wel precies. Interessant om te laten om dat te is laten echt wel grappig. Op die manier. En wij als volwassenen hebben natuurlijk gelijk door waar het heen gaat. En dat is ook wel weer grappig. En tot nu toe vind ik het ook nog best wel geschikt voor kinderen. Want later in het verhaal wordt het wel ietsjes bloeddorstiger met hoofden afslaan en zo. Ja. Al gebeurt dat niet echt. Nee. Laat ook zien hoe, want inderdaad, daarna krijgen we misschien nog eventjes, dan krijgen we een rokende rups. Ja, die haar wat, de bekende rups, ja. wat adviezen gaat geven en zo. Dat is een beetje heel filosofisch, want ze weet niet wie ze is. Ja, wie ben je dan? En die is dus heel wazig en zo. En nou ja, die rookt dus ook. Zit hij aan de waterpijp of zo? Het ligt er ook weer aan. Soms zit hij aan een waterpijp. Oh, soms zit hij aan een soort van sigaret. Een speciaal soort zo'n sigaret aan zo'n houderding. Ik heb geen idee hoe dat heet. Ook altijd meerdere. In die tijd was dat heel populair. Oh, ja. Maar geeft ook wel weer aan dat daar iets exotisch misschien aan de hand is. Je krijgt daarbij het idee dat het een soort van koffieshop is, zeg maar. Want het hele bos staat vol met rook en hij en Alice, die vindt het ook wel een beetje raar, die rook. En het ruikt allemaal raar en zo. Dus en er wordt daar wel wat, er wordt daar wel wat geïnsinueerd, vermoed ik. Ja, en ze heeft hem weer beledigd, want ze is dus klein en ze wil graag groter worden. En dan zegt ze, ja, maar ik wil niet 1 decimeter zijn. En die rups is dan toevallig ook weer 1 decimeter. Ja, maar dat is toch een perfecte lengte. Nou ja, en dan, hij zit geloof ik op die paddenstoel. Ja. Of bij die paddenstoel. En daar gaat ze dus stukjes van eten. En dan door het ene stukje wordt ze groter, door het andere stukje kleiner. Ja, en dan precies. Wordt ze een soort... Nou, dan komt ze ook nog een duif tegen die niks van hem moet hebben. Ja, en heel veel dieren praten ook heel in veel dieren, raadsels. Ja. Ik denk eentje die nog interessant is de kat. Die, de grijnzende kat. De grijnzende kat. Die eigenlijk komt er nu gewoon... Ja, verschijnt en verdwijnt. In het moment niets. Dat het handig is. En ja, die dat samen eigenlijk met dat konijn zijn dat uiteindelijk maar het konijn is ook vanaf het begin af aan van het boek al een beetje de rode draad door het boek heen. En dat is zo'n heel haastig figuurtje en die ziet daar ook aan voor zijn dienstmeid en die ja, heeft dat, dan ja, precies. Maar dat is eigenlijk nodig. Het enige wat nou echt het verhaal van begin tot eind brengt, zeg maar. Want eigenlijk alle andere onderdelen zijn dermate losgeschakeld van elkaar. Ja, zijn ook echt losse. Wat denk ik ook goed is, want als je op het moment dat je natuurlijk aan het voorlezen bent dit boek, en tegenwoordig heb ik het idee dat we dat wat minder zien ook in kinderboeken, maar in dit soort wat oudere kinderboeken heb je echt het idee dat ze geschreven zijn als je vertelt dit korte verhaaltje en dan gaan ze slapen. En dan de en volgende dag vertel je dit korte verhaaltje en dan gaan ze slapen. En dan heb je iedere keer, dan het enige wat er zeg maar, en er komt er één lijn die er doorheen loopt, en dat is in dit geval eigenlijk het konijn. En halverwege eigenlijk haakt een beetje dat die kat haakt een beetje aan. Die wordt dan ook een beetje onderdeel van dat. En die zijn allebei nog wel een soort verhaal. Van sympathiek. Want de andere dieren zijn allemaal... Nou, daar krijgt ze ook ruzie mee. Of figuren. Wat ik zelf een heel naar karakter vond. Waar ik ook een beetje naar van werd, was die hertogin. Ja, want dat die, is natuurlijk... Dat vond ik heel griezelig. Want die zat er de baby door elkaar te schudden. En de dienstmeid van haar gooide allemaal pannen naar ze toe. En ze bleef gewoon rustig zitten. Was heel apart. Ik weet nou niet meer. Zaten die nou in de film? Ja, daar is het vaak gecombineerd met de Rode Koningin. Oh, ja. Of in de oorspronkelijke film is het volgens mij ook de koningin van de kaarten. En die zit dus steeds. En daar zie je wel dat de, vaak in de verfilmingen en ook misschien in de vertalingen wat soms wat in de vertaling wat minder, maar in ieder geval in de verfilmingen dat weer samen iets minder heftig wordt aangezet dan in de boek. Dat. Ook dat, ja. In het boek is eigenlijk alleen maar aan het roepen van die kop moet eraf. Ja. Maar dat is iemand alles. Anders dan de hertogin, hè? Oh, dat is het anders dan de hertogin, sorry. Ja, je hebt die hertogin, die koningin is trouwens ook naar. Want die koningin, dat is echt een harte koningin, wat je al de zei. De hertogin zit dan denk ik niet in de verfilmingen. Helemaal niet, nee.
Want die is juist weer de vijand, zeg maar, van de koningin. Want de koningin die wil eerst croquet spelen met die hertogin. Ja. En dan wil ze dus dat haar hoofd eraf gaat. Oh, ja, ja, ja. En de koningin is uit het pak kaarten. Dat is gewoon een kaart eigenlijk. Hart koningin. En die hertogin is gewoon een hele aparte vrouw. Heel, nou ja. En die baby verandert dan ineens in een big. Die loopt gewoon het bos in. Nou ja, heel, ja, voor heel mij, voor mij is die scène freaky. Helemaal alleen in het, voor mij zit die scène alleen in het boek. En niet meer in de verfilmingen. Heel ja, apart. Het is een beetje een luguber iets. Ja. Ja. Ja, en dan inderdaad komt ze bij die, dus uiteindelijk komt ze dus ja. bij die koningin en ja, dan gaan ze inderdaad croquet spelen. Een soort van golfachtig, waar je door poortjes heen moet gaan slaan. Met levende egels als ja, tuurlijk. En flamingo's, en flamingo's als sticks. Als stok. En, oh, ook lekker luguber eigenlijk. En ze heeft dus een leger van kaarten. En ja, opnieuw, ja. Weer absurdistisch. Maar het laat een beetje zien natuurlijk hoe een koningin een tiran kan zijn eigenlijk. Ja. En dat iedereen met een beetje doet alsof. En tussendoor nou, hebben ze ook steeds van die ja diepgaande dialogen of zo. Want ze ontmoet ook nog de hoedemaker en de Maartse haas met de dolle theevisite. Ja, wat was jou heel erg bijgebleven, volgens mij? Ja, zeker in de film uit 1951 is dat denk ik mijn favoriete scène. Oh, ja. Met de Mad Hatter. En ja. Het is een scène die er eigenlijk totaal niet toe doet, zou ik willen zeggen. Maar die zo tot de fantasie spreekt. Ik moet zeggen dat het toen ik het in het boek las, dat het bijna tegenvalt, om het zo ja? maar te zeggen. Ja, jij had hem nog beter op je netvlies staan, denk ik. In de film is hij zo beeldend of zo voor mij, dat ik denk van, oh ja, ik zie het helemaal voor me nog, hoe die thee overal inschenkt en die hoeden en die muis die dan rondrent en iedereen die allemaal gekke dingen aan het doen is. Allemaal rare karakters. En over het fenomeen tijd ook, dat ze dus want ze hebben dus ruzie ja. met de tijd. En daardoor is het nu altijd 4 uur. Precies, de tijd staat daar stil. Het is altijd theetijd. Het is altijd theetijd. Ja. En ja, dat is echt een bizarre scène. En hebben ze ook een beetje maar goed, die, in het boek is je ook leuk. Ja. Ja, op zich wel. Maar ik snap wel, als je iets van vroeger nog weet, dan valt, kan het weer tegenvallen. De film is gewoon, die doet daar nog even een schepje bovenop, ja, bovenop het boek. En dat snap ik wel. Maakt dat, zeker in de 1951 film, een legendarische ja. Scène. Het is belangrijk om te beroemen dat het de oude film is. Oude film, ja, precies. Nou ja, en daar zitten dus ook een beetje van die filosofische gesprekken in verborgen. Van, dan heeft ze geen thee gehad en dan zegt ze, ja, ik wil wat meer thee. Ja, maar je hebt nog geen thee gehad, dus je kan niet meer nemen. Jawel, je kan minder dan niets nemen. Nou weet je wel, zo eindeloos ja, gaat het dan precies. door dat je helemaal in verzeild raakt. Dus dat is een beetje die lagen die er dan in verstopt zitten tussen al die bizarre personages. Ja. Ja, ja. Heel leuk gewoon, denk ik. Althans, ik vind het heel, ja, dat een hele leuke scène. En wat ik nog één grappige, hilarische scène vond, is dat dus die tuinmannes komt op een gegeven moment komt ze langs een rozenboom, als ik me niet vergis. En daar zijn dus ook kaarten, dat zijn dus tuinmannen. En die hebben dus ook allemaal nummer, 2, 5 en 7, ze noemen ze elkaar ook. En die zijn dus de witte rozen rood aan het schilderen uit angst voor de koningin, zeg ja. maar. Dat soort dingen vind ik gewoon heerlijk bedacht. Het is heel hoe erg, kom je erop? Ik denk dat het vanuit nieuw jaren 50, dat is nog vol de tijd van communisme en dictators en dat soort dingen. Ja. Het is heel erg een en misschien ook wel tegen de koningin natuurlijk. Het is een Engelse schrijver. Het is ook tegen zijn eigen ja, koningin, denk Engels, ik. Ja. Maar tegen dat soort van absurde van koningen en dictators. Dat die meest absurde wensen hebben. En dat iedereen maar een beetje uit ja, angst, het uit angst dat maar ja. doet dan en uitvoert. Om bang om nee te zeggen. En Alice als kind zijnde begrijpt die constructie niet die daar omheen zit. En die prikt daar dan een beetje doorheen eigenlijk. En heeft eigenlijk gewoon door dat het gewoon een labiele vreemde vrouw is. Die is een beetje aan het relativeren allemaal. Ja, die heeft gewoon zoiets, wat doe je nou eigenlijk raar? Weet je, waarom ben je die bloemen aan het schilderen? En dat soort dingen. Ja. En nou ja. Ze heeft nog gesprekken met schildpadden, griffioen. Ze gaat nog naar een rechtszaak. Waarin ze eerst iemand willen veroordelen en daarna pas de uitspraak willen doen. Ja. Dat soort aparte dingen. En dan hebben we denk ik ja, wel. Ja, daarmee heb je echt een beetje het rechtssysteem inderdaad op de hak. Ja, je hebt ja. een scène over een schildpad. Die soepschildpad. En die gaat over zijn educatie hebben. En dat zij rare educatie heeft. Wat wel grappig is dat hij dan inderdaad zegt van, oh ja, nee, maar dan gaan we eerst gaan we, ik wil 7 uur per dag naar school. En dan de volgende dag 6 uur. En dan 5 uur. En dan zei ze, hè, maar hoezo dan? Ja, ja, maar je weet toch steeds meer. Je hoeft nog steeds minder te leren. Oh, ja. Dus dan kan je kortere schooldagen maken. Wat had jij dan? Ja, ik had gewoon iedere dag evenveel les. Oh, dat is heel raar. Dat is heel raar. Ja. Iedereen doet met dus iedereen vindt haar heel raar. Omdat en hoe vond zij ze zich ook snel beledigd. Ja, vond zij zich ook beledigd. Niet inhouden. Ja.
En ze zit zelf ook vaak na te denken, ja, wie ben ik dan? Kan ik dan ooit weer mezelf worden? Maar als ik hier blijf, dan moet ik misschien altijd wel huiswerk blijven maken. Dat wil ik ook niet, weet je. Dus ja, het gaat alle kanten uit. Precies. Ja, volgens mij die hele scène dus met dat schildpad is volgens mij dus helemaal vervangen met een walrus en oesters In 1951 film, ja. Oh ja. En in de nieuwe 2010 film zit hij helemaal niet, die scène volgens mij. Is gewoon helemaal... Maar goed... Ik las inderdaad ook dat die 2010 versie... Die 2010 versie is... is meer een soort vrije bewerking van het boek. Want daar zitten denk ik ook weer karakter... Ja, misschien goed om even over die twee films te hebben. Er zijn dus nog veel meer films. Ja. Maar goed, dit zijn de twee die ik heb gezien. En die ik waarschijnlijk. Ja, precies. Er zijn televisiebewerkingen. Er zijn voor mij ook theatervoorstellingen. Er zijn van alle musicals. De hele dat plan. Maar goed, we laten het even... Dus ja, die 2010 versie... Laat ik zo zeggen, de oude films van Tim Burton ben ik best wel een groot fan van. Edward Scissorhands en Beetlejuice en noem maar allemaal op. Ja. En dit is niet mijn film. Laten we daarop houden. Alice is ook volwassen, bijna, in de film. Ik heb geen idee wat ze aan het doen zijn met deze film. Ik heb bijna het idee, ze hebben een filmidee en ze hebben bedacht, laten we de naam Alice erop plakken. Laten we een paar elementen uit de Alice boeken pakken. Nou, er zitten best veel verschillen tussen. En dat lees je inderdaad ook online terug, dat het echt een soort vrije inkleuring is van het verhaal. Ja, en ze pakken ook heel veel elementen uit het tweede deel in deze film. Terwijl er wel een tweede Terwijl film er ook dan wel weer een deel 2 is, ja. Die ik niet gezien heb. Maar nee. Dat maakt het nog raarder. En naar mijn grootste probleem, denk ik, met de film is dat de essentie van het boek niet goed uitkomt in de film. De essentie van het boek, naar mijn mening, is dat het een verhaal is wat een droom is. En dat het van alle kanten opspringt en het eigenlijk niet een duidelijke verhaallijn heeft. Het gaat alle kanten op en het zijn eigenlijk allemaal korte verhaaltjes die aan elkaar worden gelinkt. Inderdaad, het wordt steeds raarder. Je kan daardoor ook niet naar een eind toe werken, want er is geen climax. En dan opeens wordt ze gewoon wakker. Dat is eigenlijk ook een beetje hoe het in het echt gaat en ook hoe het in het boek gaat. En ook hoe het in de 1951 film gebeurt. En in de 2010 film hebben ze geprobeerd om er gewoon een big budget... normaal verhaal van te maken. Ja. Dus het wordt opeens... ze moet een draak verslaan. En we hebben opeens twee koningen die in oorlog zijn met elkaar. Want ja, we moeten wel ergens een oorlogsscène hebben. Dat hele beeld vol komt te staan met... weet je wel, de dieren gaan opeens de hele reis met haar mee. Want ja, dan hebben we hebben wel meer dan één karakter nodig om te volgen. We kunnen het niet met één actrice doen. We hebben meer bekende namen nodig die we in deze film... Weet je, en dat, weet je wel, dus opeens is de hoedemaker krijgt opeens een hele belangrijke rol. Want ja, we hebben Johnny Depp ingehuurd. We kunnen moeilijk Johnny Depp 2 minuten in beeld hebben en dat hij weggaat. Dus laten we die dan ook maar met Alice mee laten lopen. Ik vond hem nog wel leuk, de hoedemaker. Ja, hij is wel leuk, maar... Zeg maar, dat vond ik fijn, want die zat natuurlijk in het boek. Maar is het een slechte film? Weet ik niet. Denk niet per se, maar het voelt gewoon niet aan als een Alice film. Nee. En dat is een beetje voor het gevaar van de verfilming van een boek. Maar goed, die van 1951... En dan heb je die van 1951. Ja, dus als je een film gaat kijken over Alice in Wonderland... dan is dat een heel erg aanrader naar mijn mening. Zou je nog ergens te zien zijn? Dat Disney Plus hem heeft. Anders, ik heb hem ergens nog in de kast staan tegenwoordig. Dus, hij is vast wel verkrijgbaar. Disney is wel een beetje lastig daarmee. Want Disney die haalt altijd zijn films... Voor mij doen ze dat nog steeds. Films zijn altijd maar tijdelijk te koop op Blu-ray en dat soort dingen. En dan daarna zijn ze weer niet verkrijgbaar. En dan zijn ze een tijdje weer wel verkrijgbaar. En dan weer niet verkrijgbaar. Maar goed, heel veel mensen kopen niet meer Blu-ray. Disney Plus zal het wel hebben. En anders misschien moet je kijken nog een andere streamingdienst. Maar ja, leuk. Die kan ik wel echt aanraden. Zo fantasierijk. Daar worden ook elementen aan toegevoegd. Maar dat voelt ook echt aan als een toevoeging. Ja, maar de basis van het verhaal vanuit het boek... blijft gewoon bestaan. He, zoals een scène met die hertog met het baby. Dat wordt eruit gehaald, omdat het ook niet meer past, denk ik, in de huidige tijdgeest. En het voegt niet super veel En het voegt eigenlijk niet zoveel toe. Het is gewoon een nare scène in een veel leuk boek. Ja. Maar zoals dan een aantal van die scènes worden ook iets aangepast. Maar de essentie van fantasie. In ieder moment denk je van, dat zie je en hoor je iets nieuws en gebeurt er iets raars. En ja, dat zit heel goed in het boek en dat zit heel goed in die film, denk ik. Dat is knap, hè, als dat dan zo goed gelukt is. Ja, ja. En we hebben het al een paar keer genoemd, maar ik denk echt een tijdloos boek. Ja. Tijdloos verhaal bijna, zou ik willen zeggen. Het aan alsof je een heel ouderwets verhaal aan het lezen bent. Dus dat is zo knap. Het is gewoon niet meer weg te denken. Het is zo beroemd. Dat vind ik altijd wel bijzonder aan zo'n verhaal. Ja, dus het enige wat ik lastig zou vinden is weten, als je een kind hebt, vanaf welke leeftijd dit vind geschikt is. Vind ik ook lastig, is. Ja.
Daar kun je vast wel een beetje over. Ja, dat zou ik misschien even wat research naar doen. En dat ligt ook aan je kind, hoe gevoelig misschien die is. Misschien heb je ook... Ik weet niet of je ook kindvriendelijkere bewerking hebt. Ik denk het eigenlijk niet. Nee. Soms heb je dat, ik denk hè? Dat dit het is. Maar ja, ik zou denken... Ja, misschien iets jonger dan wat Alice was of zo. Weet je, vanaf 8, 9 zou dit wel moeten kunnen, denk ik. Ja. Ja, precies. Maar goed, dat is mijn gut. Vooral omdat ze het vaak over hoofden afslaan hebben. Zo. Verder ja, kan het eigenlijk wel. Verder kan het eigenlijk allemaal wel. Denk ik. In theorie zou je nog, als je het echt voorleest, zou je nog dat misschien kunnen weglaten, ja, of zo. En kunnen zeggen van, sluit ze op of zo, in plaats van, sla die kop eraf. Iets minder voorzadig. Dat het iets minder heftig ja, is. En dan is het misschien iets beter te doen. Misschien kunnen kinderen ook meer hebben dan je denkt. Dat zou best omdat kunnen, je zelf, ja. Las ik ook al best veel op die leeftijd. En ja, precies. Ik weet ook niet of dat helemaal verantwoord was, maar... Nee. Nou ja. Nou, je bent er redelijk van afgekomen. Ik dus, ik lees nog steeds graag veel. Dus, ja. Geen trauma. Cool. Nou, ja, dat is zeker een aanrader, denk ik, voor mensen die fans zijn. Het is even weer wat anders. Van een, ja, als je gewoon een keertje even lekker in een fantasie... dus niet, het is niet fantasy, zeg maar, in de soort van Lord of the Rings-stijl. Maar gewoon je fantasie even ontsnappen, doorprikkelen, we ontsnappen en gewoon bijzondere en rare dingen wil ervaren. Dan is het gewoon een mega aanrader, denk ik. En zoals ik zeg, het is echt een klassieker. Het is een kort boekje. En zeker wel een aanrader om gewoon een keertje te lezen. Ja. Ja, dat is echt super. Ja. Ja, en dan gaan we het de volgende keer gaan we het ook nog hebben over een ander, over een ander boek. We kregen een vraag van luisteraars van, willen jullie het af en toe misschien delen? Als jullie wel weten welk boek jullie gaan lezen, want dan kunnen luisteraars jullie thuis lekker ook alvast gaan lezen, mochten jullie dat leuk vinden. En we hebben nu een boek uitgekozen. Het is weer iets totaal anders als vandaag. Maar dat wordt De Bananengeneratie van Piet Lu. Dus dat gaan we nu lezen. Ik ben heel benieuwd wat dat boek gaat inhouden. Ik ben er pas net in begonnen, dus ben benieuwd. Gaat meemaken. We gaan jullie er binnenkort veel meer over vertellen. Binnenkort horen jullie het.